Mag ik een aantal jubilaars naar voren roepen? Dus onder andere Herman Denen, Herman en de vrouw. Toon Gerrit en Maria. Maria ook. Ja, Maria ook. Maria ook. Dames. Je vrouw ook meebrengen. Harry. Ik wil hier zo staan. Ja. Harry de Hoog. En Roos. Jan de Hoog. Jan. Jan Spiekman. Frans Spiekman. En de vrouw. En Frans de Koning. Wist je niet? Nu wist er niks van. Nou, we hebben een zestal jubilarissen, allemaal 10 jaar trouw buurtbus lid. 10 jaar. Dus dat is al een hele tijd. Allemaal nog gezonde, frisse mensen. Jarenlang zonder stukken de buurtbus gereden. Bedankt voor jullie diensten. En we hebben een klein bloemetje voor de dames. En een boek. Jo. Ja, oké. Okay. Nee, hoeft niet. Jo heeft voor de dames een leuk bloemetje. Beginnen we aan deze kant, Jo. Beginnen we aan deze kant. Ja, ik ga juist de bonje hebben. Frans, bedankt. Dankjewel, Henk. Nee, dankjewel. En we hopen dat je nog lang blijft. Nou, ik kom graag bij jou. Dankjewel. Oh jee. Frans. Jo, bedankt. Hè. Dankjewel. Wat mooi. Jannie. Frans, bedankt voor de diensten. En ik hoop dat je lang bij ons mag blijven. Oké, merci. Ook bedankt. Ja, dankjewel. Proficiat ermee, ja. En nog een paar jaar erbij. Oké, ook een handje. Ook proficiat daar. Bedankt. Toon. Proficiat daar. Dankjewel. 10 jaar, 20 kunnen door daar. 20, 25. Maria. Dankjewel. Oké, okay, ook bedankt. Zo, prachtig. Oh, Maria. Maria, ook bedankt. Hè. Dankjewel. Jan, geweldig. Dank. Proficiat en bedankt. Voor vele jaren hoop ik. Ja. Een hele mooie bos. Dank je steun. Ja. Voor de steun en toeval. Ja. Ja, ook bedankt. Ja, dankjewel. Ja. Als jullie de bloemendrek in de vaas willen zetten, dat kan. Maar we hopen van ganse hart dat iedereen nog lang en gezond bij ons mag blijven. Ik denk zo te zien dat iedereen nog 1 of 10 erbij kan. Dan zijn we ongeveer op de datum dat het afgelopen is. Nogmaals dank. Mag een applaus? Dan hebben we ook iemand dat we afscheid van willen nemen vandaag. En dat is Wiel. Kreeg geen envelop. Heb ik die al? Hier. Oh, niet? Echt niet? En joh, en in de bloemen gegeven. Heb je ook een haaldgever ook niet? Ja, ook niet. Bij deze neem ik ontslag. Hoe komt het dan? Huh? Hoe komt het dan? Dat is wel niet een goede volgorde had gedaan. Dat maakt het niet uit, man. Kom. Ik meen de roos en al die test had gestoken. Wiel?
Wiel, ik heb genoten van jouw deel, van jouw lidmaatschap. Vele jaren, 15 geloof ik. 18 lange jaren. Je bent de enige overmaster bij ons. Ja. Die altijd met de fiets kwam als nodig was. Met nacht en ontijd, morgen om 6 uur als Johan de bel hing. Ja. Dan over midden in de nacht. Maar helaas, de leeftijd die komt ongenadig. Ja. Ja, 79, 80 nu denk ik. Of een 14 dagen 80. Ja. Maar het gaat ze door met de gezondheid. En nog wel hartelijk bedankt. Ja. Wiel, bedankt. Bij jou. En jullie ook. Graag gedaan. Ja, dank je wel. Heel bedankt. Dank je wel. Bedankt voor jullie. En de wet is ja. Ja, dank je wel. Helemaal. Heel mooi. Heel mooi. Oh ja. Dan zijn we er bijna. Dan hebben we nog één jubilaris te gaan. Ik denk dat hij heeft er 10 gehaald, heeft er 20 gehaald en heeft ook de 30 gehaald. Dat is Jo. Oh. Dus Jo is al vele jaren lid van de vereniging. Eerst als chauffeur, later als coördinator en is er nog steeds. Dus al, ik denk 25 jaar coördinator. 20 jaar. 20, ja. Ja. In ieder geval, de diensten van haar die gebruiken we elke dag. Het is hard nodig om alles te coördineren bij ziekte, bij vervanging. Noem maar op, als er iets is met personeel hier of daar, is Jo de aangewezen vrouw die het regelt. Aan ieders tevredenheid. Dus 30 jaar, 40, weet ik niet of dat erin zit, maar we gaan door op de Inkslagenweg. Jo, bedankt. Ja, graag gedaan. Dat is goed. Dank je wel. Nou, we hebben iedereen gehuldigd nu. We hopen dat we niemand vergeten zijn. Maar door al die coronaperikelen is het allemaal een paar jaar opgeschoven. Dus er waren erbij die al 2 jaar terug. Bijvoorbeeld Herman was geloof ik 2 jaar terug, al 10 jaar. Dus er zijn allemaal een beetje bij ingeschoten. Dat we nu iedereen gehad hebben en we helemaal bijgewerkt zijn. Bedankt. En smakelijk eten. Ja.